Ricardo, je mag niet zo negatief zijn, want je bent in het pretpark. Dat is toch altijd... Om even in te gaan. Vind ik wel leuk om te doen. De Enterprise van het park. Zwaar. En vanaf nu heet je geen piraat morgen. Dan mag ik voor jullie een geweldig applaus voor Captain... Hoi, en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal, Rieke Rijdt Snel. Vandaag zijn we, ja waar zijn we? In Helledoorn, alleen we zijn nog niet bij het pretpark. Nee, we zijn nog in het dorp. Want ja mensen, ik ben met het OV gekomen en wat betekent dat? Dat je moet uitstappen hier verderop en dat je, ja, een kwartier moet lopen naar het park. Alleen, volgens mij is het minder dan een kwartier, want ik hoor al gillende mensen, dus dan kan het niet heel ver zijn. Een mevrouw die ik net aansprak, die zei van ja, je moet rechts en dan aan het einde van de straat links. En dan moet je de berg op. En dat kan ook wel kloppen, want ik zie daar inderdaad in de verte, hier links naast mij, een berg. En daar, vanaf daar hoor ik allemaal ja, gegil. Dus ja, het zal wel kloppen. Dus daar moeten we even heen lopen. Wat een kutzakken. Oh. In elk geval. Ja. Nou, ik zie jullie op het park. Ja. Ik ben bij Helledoorn. Ik heb er nou al zin in. Vol op een dagje zenuwmuziek. Zo, we zijn aangekomen in Helledoorn. Ik vind het nu al leuk. Mag ik weer naar huis? Nee mensen, we zijn dus gewoon in Helledoorn. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb er ook wel zin in hoor. Maar weet je wat het is? Het is meer een beetje, ja... Een nou, kinderpark wil ik niet noemen, want ja... Er zijn natuurlijk altijd ook wel gewoon... Met oudere kinderen zoals ik. Pretpark Vertical weer ook gewoon, maar... In elk geval wat ik wil zeggen... Ik ben hier niet voor zomaar. Ik ben hier voor een reden. Namelijk 2 coaster credits. Ik ben hier als kind wel eens geweest hoor en ik heb 1 coaster credit, hier, namelijk de Donderstenen. Maar er zijn natuurlijk nog 2 achtbanen. Voorheen had je altijd Tornado, hè, die is niet meer. Dus nu heb je Belagos, die moet ik dus nog doen, Belagos. En ik moet nog doen Rioolrad. En waarom moet ik deze 2 precies vandaag doen? Heel simpel mensen, volgende week ga ik naar Hansapark. Sorry, pardon. Volgende week ga ik naar Hansapark. En daar zijn 7 achtbanen. Dit zijn er 2. 2 plus 7 is 9. 91 plus 9 is 100. Volgende week ben ik jarig. En als ik dan naar Hansapark ga, dat betekent dat het mogelijk is om mijn 100ste credit te halen op mijn verjaardag. Zou dat niet een fantastisch cadeau zijn? Dus daarom ben ik vandaag in Helledoorn. Dus, ja, laten we naar Belagos gaan voor een heerlijk ritje. En daarna naar Rioolrad en daarna kunnen we weer pleiten. Nee Ricardo, je mag niet zo negatief zijn, want je bent in het pretpark. Dat is toch altijd pret? Anders heet het ook geen pretpark. Mag ik weer naar Walibi? Ricardo, nu moet je ophouden met negativiteit.
Hier moet je ook geen rugklachten voor hebben. Oh, wacht, dan mag je niet in deze achtbaan. Maar dan alsnog. Hier moet je niet iets met je benen hebben, want hoe moet je hier uitkomen dan? Kramp, zucht. Sorry. Zo, en dat waren de Coast Trends voor vandaag. Balagos, Rio Rad, wat vind ik ervan? Laten we beginnen met Balagos. Het is een prima, oké baantje. Een beetje, ja, vergelijkbaar met de Efteling. De Python wil ik niet zeggen, de Efteling, want die is natuurlijk veel heftiger. Maar ja, het is een verkomen baantje met nieuwe taantjes erop. Met beugels die naar je toe worden gedrukt in plaats van schouderbeugels. Dus heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Moet zich even opkomen, toch? En dan van, ja, het is wel leuk. Maar kijk, ik ben een pretparkfan die heftige achtbanen heb gedaan. Dus voor mij is het mooi. Maar leuk gethematiseerd en op zich leuk als je in de buurt bent om hierheen te gaan. En dan, ja, erin te gaan, dan is het wel leuk. Verder, volgende coaster credit die ik nog niet had hier in dit park was natuurlijk de Rioolrad. Rioolrad, wat vind ik daarvan? Ook wel een leuk baantje, vergelijkbaar met Vogelrok in de Efteling. Vergelijkbaar met Rioolrad in de Efteling. Alleen dan korter, alleen deze gaat ook twee keer. Wat het leuk maakt is, ja, hij lijkt in het begin nog wel licht, maar dan wordt hij pik, maar ook pik toch, donker en dan kom je langs een lamp. Nou, dan word je in verblind, dat is verschrikkelijk. Ja, een paar leuke bochtjes. Dat is het ook wel. Het is op zich een leuk baantje, maar voor mij, nee. Goed, ik heb mijn coaster credits van vandaag, dus we kunnen weer poten. Maar we blijven toch. Nee, in elk geval, ja, eens kijken wat we nu eens gaan doen hier in Hellendoorn. Ik moet even kijken hoe het park nog maar loopt en zo, want ik ben hier als kind voor het laatst geweest. Ik kwam hier als kind best wel vaak trouwens. Bijna elke zomer wel. Tenminste, zoals ik me kan herinneren hoor. In elk geval, volgens mij zijn er ook shows. Ik weet niet of dat shows doorgaan, anders wil ik op zich wel een showtje pakken. Gewoon even voor de leuk, weet je. Ja, verder valt hier niet heel veel te beleven voor mij, tenminste. Tenminste, niet zoals ik me herinner van vroeger. Ja, vroeger vond je alles leuk als kind natuurlijk. Behalve, ja, ik niet de achtbaan, want vroeger durfde ik niet. Ik was een mietje. En nu ben ik weghals. In elk geval, spring even! Heel goed, oké. Okay. Dan zeg ik die hand in de lucht, jongens. Het is 12 uur. We gaan beginnen met onze disco show. We gaan beginnen met bewegen. Is gezond. Komt ie! Zwaaien! Kom maar, goed zo! Toch leuk dat ze, zelfs in coronatijd, niet dat het nog heel erg veel coronatijd meer is, maar goed, dat ze zelfs in coronatijd nog aan entertainment doen. Dat is wel tof, toch? Ik ga straks ook even naar die stuntshow, tenminste als ik op tijd ben, dan ga ik er wel even heen, dat is toch lachen. In elk geval, als het goed is staat ook ergens hier een Enterprise en daar heb ik wel zin om even in te gaan. Ik wil leuk om te doen. De Enterprise van het park. Geen idee waar die staat. Ga er even naar op zoek. Maar dat vind ik meestal wel leuk. Dus, ja, daar wil ik in. Wie wil glijden en zwemmen, kan dat hier ook doen en hen doen. Maar helaas ook al dicht.
fucking dom was dat ik als volwassene een rekje niet open kreeg. Weet nou, je moet het duwen. Ik ging maar trekken. Aan het hekje kreeg ik hem niet open. Mijn helpbal zit erin hoor. Wat heb ik het weer aan mijn zin? Dus, ja, het is gewoon dom. Er is natuurlijk helemaal geen vloek. Ontspannen ze een beetje. Landen? Jij? Wat gaat mis? Ik ben een vogel, dus ik kan het weten. Joh, ik kan hartstikke goed vliegen en landen. Jij moet gewoon ontspannen. Wow, wacht even. Wat gebeurt er nou ineens? Vanochtend zat ik rustig in de zon te snikken en toen hebben de stelvogels mijn koekjes gepikt. En het waren zulke lekkere koekjes. Niet zeuren, Geersnabel. Je hebt genoeg koekjes in je rugzak. Hij loopt nog goed uit vuur. Ja? Over een boomstroom gevallen. En toen werd dat een hoog wat van me. En tot mijn verbazing vond ik een oude koker met een kater in. Oh, nou, volgens mij zag ik hem liggen. Want jij lag met je gezicht in het zand. Ja, hoe dan ook. Ik kan maar in de kater lezen. Wat hij is geschreven in het volle taal. Oh, ik hoop maar dat dat verhaal over die vroeg niet waar is. Help!
aan dit web zien te komen. Willen jullie tegen het reddingsteam zeggen dat ik hier ben? Dank jullie wel, dappere avonturiers. Zo, dat was de Jungle Expeditie, de verloren schat. Best een leuke attractie voor als je met je kinderen bent. Op zich, ik vond hem leuk gethematiseerd, goede automatronics wel. Ja, het is leuk voor kinderen, maar goed, ik heb al vaak gezegd, het is niet voor mij. Maar goed, leuk om even tussendoor te doen als je toch de achtbaan al gedaan hebt, weet je wel. Dus goed, ik ga kijken of dat ik bij die stuntshow naar binnen kan. Hopelijk is dat niet al te druk. En dan laat ik daar wat beelden van zien. En gelukkig is het droog vandaag. Had niet verwacht. Maar goed, laten we naar de stuntshow gaan. Er staat veel lange rij voor. Voordat we gaan vertrekken, jongens. De ramen zijn perfect, zie ik al. De masten staan goed. De duikplakken zijn goed. Het weer is perfect. Een mooie dag om uit te varen. Oké, landrot een beetje opschieten. Captain Jack heeft een hekel aan te laten uitvaren, dus... Jap, jap, opschieten. En zoek een plekje uit. Waar een twee op een bankje staat gaan ouders zitten. Waar een één op een bankje staat gaan kinderen zitten. Ik heb op de eerste rij nog heel veel plek over. Dus jongens en meisjes, jullie mogen ook op de eerste rij zitten. Kom maar. Eerste bankje vooraan. Kun je het goed zien? Deze Captain Jack gaat vandaag met pensioen. Ik heb genoeg van het ruige piratenleven. Ik heb gevochten, ik heb gestreden, ik heb gewonnen en ik heb verloren. En daarom gaat deze kapitein zich nu klaarmaken voor een rustige oude dag. En ik zie u denken, Captain Jack, waarom gaat u nu al met pensioen? Dat zal ik u vertellen, want deze kapitein heeft genoeg geld, heeft genoeg juwelen, heeft genoeg diamanten. Ik heb van alles zo ontzettend veel. Massa is kassa! Maar. Deze dag is ook heel anders ergens belangrijk voor. Want wij gaan een nieuwe kapitein zoeken. Een nieuwe kapitein voor mijn schip. Zometeen komen mijn 6 beste piraten hier. En met die piraten gaan we opdrachten doen. En na elke opdracht valt er 1 piraat af. Zodat tijdens de laatste opdracht maar 1 piraat overblijft. En die wordt kapitein van het schip. Die krijgt mijn hoed. Maar het allerbelangrijkste, die krijgt het zwaard. Nou, genoeg gepraat. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil van jullie een oor. Een oorverdovend applaus voor mijn 6 beste piraten. Hier zijn de Sky Pirates! Madness, Mary, John, Alan, Max en Morgan. Geef ze een applaus! En met deze 6 piraten gaan we de strijd aan. Wie een kapitein gaat worden van mijn... Wat is dat? Hoeveel piraten heb ik hier? 5. Maar ik moet de 6... Waar is Morgan? Waar is Morgan? Waar is hij? Hij is klinnen de schip. Hij maakt het schip schoon. Dat is toch niet de bedoeling? Hij moet hier naartoe komen. Ik snap er niks van. Ik tel tot 3. En dan roepen we met z'n allen even kei en keihard Morgan. Want Morgan moet hier naartoe komen. Dan gaan we. 1, 2, 3. Morgan! Morgan, waar ben je? Morgan! Morgan! Wat is er? Hallo! Kom op, man! Schiet op! Sjoe, maar jongen. Hé, lekker op tijd, hè? Lekker op tijd, hè? Goed zo. Klaarstaan? Ja? Oké, goed zo. Sjoe, jongen. We beginnen bij opdracht nummer 1.
Opdracht 1 is een echte piraat. En een echte kapitein heeft geen last van hoogtevrees. Wij laten hele gevaarlijke stunts zien vanaf de trampolines. En ik wil het hoger en hoger zien. Pirates, are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Okay, let's go! Jongens, heel belangrijk. Moedig bij piraten aan. Met z'n allen. Kom op, klap mee. Goed zo. Allemaal. Papa, mama ook. Kom op, let's go. Klap mee. Oké, okay, we beginnen bij Ellen. Ellen, hoger. En hoger, Ellen. En wow, kijk dan. Hoger, goed zo. En hoog, wow. Jongens, kijk eens. Ho, ho, ho. Hoger. Ah, ze houdt van jullie. Ah, kijk dan. Heel goed. Oeh, dat bedoel ik. Hoger. En hoger. En hoger. Kijk eens. Wow. Jongens, jullie applaus voor Barry. Hey, Morgan. Jij bent. Kom maar. Ja, ja, gaan we. Hey, hey, ho, ho. Nee, hier. Daar. Mijn jongens. Oké, over de kop, Morgan. Oké, en nou hoger. Hoger. Jonge, jongens. Dat is goed. Oh. Morgen. Oké, achter elkaar door. Kijk eens. Uit het raam. Heel goed. Goed zo, jongens. Kijk eens. Heel goed. Oké, jullie applaus. Heel goed. Oké, Johnny boy. Laat kijken wat jij kan. Doe maar. Goed. Oh, kijk eens. Wow. Zeker geen last van hoogtevrees. Jullie applaus voor Johnson. Nou, wat is er? Wat? Oh, jongens en meisjes, kom allemaal eens naar voren. Kom eens even hier op het zand staan. Kom maar. Deze moet je van dichtbij zien. Hele gevaarlijke sprong. Deze. Oh. Wat doe je? Is te koud, hè? Ga gewoon naar. Ga maar terug. Goed zo, ja. Jongens, wat gebeurt? Nee! Stop! Jongens, het is toch niet goed? Jongens, ga gauw zitten. Ga gauw zitten, ga gauw zitten. Madness, dit is toch niet goed? Kijk dan, iedereen is nat. Ja, ik wil goede sprongen zien, oké? Okay? Goede sprongen, oké. Okay. Jongens, willen we goede sprongen zien? Ja! Ik hoor de papa's en mama's niet. Willen we goede sprongen zien? Ja! Oké, okay, heel belangrijk jongens. Klap mee voor mijn piraten. Klap mee, kom maar. Klappen, goed zo. Kom maar, heel goed. En goed klappen, jongens. En klap dan. Heel goed. Kom maar. Wij beginnen met Madness. Oké, okay, Madness. Doe maar. Morgan, kijk even of ze klappen. Heel goed. Heel goed. Kijk eens. Die gaan we doen. Oké, okay, jongens. Ellen. Maar Ellen wil jullie horen, jongens. Klap even voor Ellen. Kom. Klappen. Kom maar. Goed zo. Klap even voor Ellen. Maar ze houdt van jullie. Kijk eens. Zo, hé. Goed gedaan. Jongens, Barry, klap mee voor Barry. Kom op, jongens. Blijven klappen, heel goed. Zo, mooi. Goed gedaan. Oh, jongens, Max. Maar Max wil jullie horen, jongens. Kom op. Max wil jullie horen. Max wil jullie horen. Goed zo. Ah, zo, hé. Kijk er eens. Oké, okay, John. Jongens, John gaat. Onze Olympische diver. Kom op, John. Heel mooi gedaan. Oké, okay, wie gaat er nou? Morgan, ga jij? Jongens, klap mee voor Morgan. Met z'n allen, daar gaan we. Morgan, Morgan. Oké, okay, Morgan, nou goed doen, hè. Nee, jongen, jongen. Is dat niet goed? Wat is het? Met 60. Jongens, willen we met 60 gelijk zien? Ja! Yeah! Papa's en mama's, kom op, willen we met 60 gelijk zien? Yeah! Oké, okay, heel belangrijk jongens. Hele gevaarlijke sprong. Want boven water en onder water kunnen ze elkaar raken. Dus ze hebben al jullie hulp nodig. Dus wat gaan we doen? Klappen! Kom op jongens! Geef ze de moedigheid. Kom op, aanmoedig ze jongens. Kom op. Goed zo. 60 gelijk. Wat? Ja, eten maar voor.
Faaien, waarvoor? Barbecue? We gaan niet van die barbecuen. Nee, we gaan... Stop! We gaan nu toch niet barbecuen. Nee, dat bedoel ik toch helemaal niet. Ik bedoel fire. Ah, fuel. Ja? Ja, ja. Degene die het langste boven blijft en dus het langst in brand blijft staan en als laatste het water ingaat, is winnaar. Maar hij is niet alleen winnaar, maar wordt ook kapitein van het schip. Die krijgen we goed, maar het allerbelangrijkste, die krijgen het zwaar. Jongens en meisjes, nooit met vuur gaan spelen. Vuur is levensgevaarlijk. En er komt nog wat bij, want als ze in het water duiken, moeten ze er heel snel uit. Want hun pakken worden zwaarder en zwaarder. Oké, Madness en John. Als jullie klaar zijn, geef me een teken en dan kan ik aftellen. Oké, 3, 2, 1, fire! Wow! Wie blijft het langste boven? Wie blijft het langste? Oké, dat was dus deze kant. Maar wacht even met klappen. Ik wil weten wie het is. Wacht even. Wie is wie? Het is... Het... John! Ja! Nee, man, het is John! Jongens, applaus voor John! Ja, 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 ja! John! Yes! John is de nieuwe kapitein van het schip. Wat doe je nou? Kom hier. Wat is dit? Hij zit bij je. Nee, stop! Dit is toch helemaal... Ja, dat was net brand inderdaad. Madness en John, die stonden in brand. En Madness ging als eerste en John ging als laatste. En nou is John kapitein... Oh, dat weet je helemaal niet. Eén in het midden, want het bassin loopt zo. Dus John moet in het midden komen, anders gebeuren er echt ongelukken. Het waait enorm boven, dus de kans dat het mis kan gaan is aanwezig. Wij hopen het natuurlijk niet. Hij gaat met een snelheid van 90 km per uur zometeen in dit wacht. Allee. Wat is er? Jij durft niet meer. Nou, lekker dan. Hey mannen. Luister eens. Ja, ga jij naar boven? Jawel, ga jij naar boven. Dan word je kapitein. Jawel, jongens, help even. Morgen, morgen. Kom op. Kom op, jongen. Mooi meisje. Oké, goed zo. Oké, jongens, morgen gaan we naar boven. Oké, John, kom maar. Morgen gaan we naar boven. Morgen gaan we 25 meter hoog. Dit bassin is 3 meter diep, ik zei het net al. Morgen komt met een snelheid van 90 km per uur het bassin in. Hij moet in één keer stilstaan in het water, anders gebeuren er ook ongelukken. Maar eigenlijk kan het helemaal niet, want rijdt u eens 90 met uw eigen auto. En probeert in één keer binnen 3 meter stil te gaan staan, gaat u nooit lukken. Maar dat gaat onze morgen proberen, hier in Hellendoorn. Op 25 meter hoog, jongens. Ongelooflijk. Wist hij er al? Wat is er dan? Wat is er? Wat? Oh, mannen! Je moet één hoger! Ja! Jawel, jongens, help even! Hoger! Hoger! Kom op! Hoger! Ja hoor! Jongens, ik wil voor jullie een oor- en overdovend applaus, zodat je het boven kan horen voor morgen! Maar nu vraag ik jullie om stilte. Niet meer applaudisseren, niet meer gaan praten, want morgen moet zich concentreren op deze gevaarlijke sprong. En het is extra gevaarlijk, dames en heren. Ik zeg het nogmaals, het waait enorm. Als die eenmaal het water raakt, ook geen applaus geven. Pas applaus geven als die naast mij staat en het echt zelf kan horen. Dames en heren, jongens en meisjes. Het avonturenpark Hellendoorn presenteert jullie de High Dive. Jongens, wat is die? Kapot! Ja, maar ik zie hem niet. Maar... Ja! Ja! Ja, ja, ja!
is hier. Jij krijgt de hoed, maar het allerbelangrijkste morgen. Jij krijgt het zwaard. En vanaf nu heet je geen piraat morgen. Maar mag ik voor jullie een geweldig applaus voor Captain Morgan. Zo mensen, dit was alweer de Sky Pirate Stunt Show. Ik vond het een toffe show, vooral de eindgrap. Echt een adult joke, like Captain Morgan. Ja, ik ging helemaal stuk natuurlijk, want ja, kinderen snappen dat waarschijnlijk niet. De ouders en jongvolwassenen zoals ik, die snappen dat natuurlijk wel, wat Captain Morgan natuurlijk ook is. Natuurlijk een lekker rummetje. En dat past natuurlijk weer bij de Pirates, hè? Captain Morgan. Op zich heb ik wel zin in een Captain Morgan met cola, maar ja, dat verkopen ze hier niet. Oké, laten we doorgaan naar de volgende attractie. Ik wil Drakenmis gaan doen. Ja, dat lijkt me wel een leuke attractie om nu te gaan doen. Super tof, je mag hier filmen op de baan. Dus dat gaan we nu even doen. Lekker filmen hoor. Bouw lagels. Ik ben net in de Discovery Club geweest en dat was vroeger toen ik hier als kind was het een van mijn favoriete attracties van het park. Alleen het is dus een interactieve dark ride. Nou, je kan het beter gewoon een dark ride noemen, want de helft is gewoon stuk. Ja, je kan schieten wat je wil, maar het is zeg maar de bedoeling dat je dingen uit gaat schieten of aan gaat schieten, een van de twee. Maar dan schiet je erop en er gebeurt geen fuck, dus ja. Het is kapot! Het doet het niet. Maar goed. Leuk om weer een keer gedaan te hebben. Laten we doorgaan naar de volgende attractie. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ga zo naar uit, denk ik. Oh, ik heb het, daar knippen we eruit. Nee, natuurlijk niet. Maar in elk geval. Dat is. Goh, wacht even voor die belagers. Die krijgt er eens weer aan zijn rikketik. Duurt weer lang, duurt lang, duurt lang. Kijk, de haai ook toevallig. Kijk. Verkomen, hè? Rikketik. Tik, 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 tik. Goed. Wat ik zeg wou. Mensen, dat was het voor mij wel weer voor vandaag. Ik ga zo richting huis. Ik heb het wel gezien. Ik heb een leuke dag gehad, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar ik ben alleen een beetje vandaag. En ja, in je eentje is dit park op onze leeftijd niet heel bijzonder. Belagels is leuk, Rioolrad is leuk. Dondersteen had ik vroeger al een keer gedaan, dus ja, dikke prima. De Drakennest ook een leuk ding om te doen. En die, hoe heet die? Die Tarantula Magica is ook wel leuk. Maar weet je, daar houdt het ook wel op. De show. Die vond ik misschien nog wel het leukste van vandaag. Die hebben me echt positief verrast. Mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nou tof?
doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, dat zou super tof zijn. En dan zie ik je graag bij de volgende vlog / video. En wat dat zou zijn, heb ik volgens mij in deze vlog al verteld. Want ik ga volgende week natuurlijk naar Hansa Park op mijn verjaardag. En daar ga ik de 100ste credit aanraken, mensen. Mensen, ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dan vanaf het harpoen bij Belagos zeg ik graag nog één ding. Hoi!